Hallo Spanjes en Berims en mijn gamers, de derde aflevering van Soul the Game. De controls zijn nog steeds kut, Daniel is er nog steeds en dit is een wc. Wow. En de vorige aflevering hebben jullie gezien dat ik slecht functioneer onder tijdsdruk en ik snel kan schrikken en ik hou van schreeuwen als ik niet weet wat ik moet doen. Maar, we hadden wel een pistool gevonden. Wat kan ik ook met ververdunner? Dat kan je, boom. Ik druk op 1, maar hij pakt het niet, van Michael. Ja, maar dat is omdat je hem al hebt, hè. Of heb niet? Ik, ook heb ik eigenlijk full health, dus ik kan die bandages niet pakken. Ja, ja. Ammoniak! Nice. Zal ik in de stoel gaan zitten naast die bom met spijkers? Dat is een heel goed idee. Nee, zeg, wat is het doel hiervan? Een lege stoel. What the fuck? Weet je wat het doel was? Dan zat Jackson, die zat naar ons te kijken. Met een bom naast zich, zo van... Ja. Als ze het nou niet doen, dan ben je ook zelf. Nee, maar moet ik nou weer terug, of... Ja, je hebt toch dat ding gekregen? Ik heb ververdunner en ammonia gehad, ja. Ja, maar je had dat ding. Om dat ding. En dan kan je met dat ding. What the fuck? Weet je wel. Hé, bandages, die had ik nog niet. Spijkerbom, laat afgaan. Ja, graag. Nou, ga je wel weer terug, hoor. Wat moet ik met ammonia doen dan? Nee, je moet niks daarmee doen. Je had dat ding gekregen voor dat ding waar je met die puzzeltje kon doen. Oh. Je moest gewoon helemaal teruglopen. Helemaal terug. Helemaal terug. Bedankt voor je tip. Echt, als ik dit in mijn eentje zou doen, zou het één groot drama zijn. Als ik jou het niet had. Daarom. Daarvoor ben ik hier. Iemand gaat me zo slaan. Waarom zou die je slaan? Ja, yeah, stay away from me. Oh, daar is hij. Is niet zo verstoppen. Oh, hij rent weg. Is dat erg? Volg hem, hij moet dood. Maak hem helemaal kapot. Helemaal open rijden. Helemaal stuk. Ik sla je. In je reet. Oké, maar hij zit nu naar boven, Dani. Ja, Dani? Daniel. Dan moet je ook naar boven gaan. Ik zeg voor de grap Dani. Dani! Kan ik hem niet slaan vanaf terwijl ik op die trap zit? Oké, hij rent nog steeds weg, wat een eikeltje. Kan wel je vuist gooien. Vuist? Oh nee, hij staat de deur open, niet doen man. Niet cool. Oh, dat gaat me hopen ook. Oh, je moeder! Oh, hij rent weg. Hij is dood. Waarom deed ik dat ook alweer? Nou ben ik helemaal van mijn pad af, nu heb ik geen idee wat ik aan het doen ben. Je bent op de goede plek, Nee. Ik moest toch al die kant op. Nee, je gaat de verkeerde kant op. Je ging toch al de goede kant op, oké. En dan moet je zo zeg maar naar links gaan. Naar links, dat is deze. Nee, de andere links. Ga ik nu de verkeerde kant op? Die kant, ja. Nee, ja, er zit een vertraging een beetje, daarom... Ja, precies. Ik stream namelijk en die stream flikker ik daarna meteen weg. Dus als je ziet dat ik aan het streamen ben, dan moet je me volgen op Twitch. En daarna flikker ik het weg, dat is zo. Bij een flikker. Oké, wat nu? Kan het hierin? Nee, dan moet je dat ding. Ja? Ja, dat ding. Daar, zie je. Hoi. Dit zijn dus de puzzels die je heel veel op tijd moet gaan doen. Nee, helemaal niet. Wel toch. Hoe werkt dit ook alweer? Is heel makkelijk. Want ik snap het, deze zijn wel oké, ja. Kijk, je moet ze maar op zo'n lampje aansluiten en dan staat die aan. Zo. Precies. Deze puzzels zijn wel te doen hoor. Alleen de besturing van de muis hier is verschrikkelijk kut. Ik heb hem gevonden. Oké, maar waarom moet ik met hem... Ik ga de mouse sensitivity echt even omlaag halen zo meteen. Dat vond ik ook wel. Ja, sowieso voor dit hele spel is een lage mouse sensitivity best wel handig volgens mij. Zeker. Okay, wat gewoon handig is voor dit spel is een controller, weet je. Dit is van volume. Ja, dit speelt wel veel chillen met de controller. Waar doe ik dat met mouse sensitivity? Geen flauw idee. Dat doe ik altijd in de Windows. In de Windows. Jij doet het in de Windows zelf dus. Ja, tuurlijk. Nou, dan verander ik dat voor de volgende aflevering nog wel ofzo. Doe maar. Oké, ik heb een knopje gedrukt en nu. En je gaat de deur op. Wauw. Of niet? Amazing. Jawel. Amazing. Oh, ik heb zo geen zin in dat surgical theater. Dat is ook zo'n puzzel. Dat moet je heel snel denken. Dat kan niet. Dat was kut, jongen. Ja, bij jou ook gezien. Jij pakt er ook geen ene flikker van. Oh, daar heb ik lang op gezeten, man. Oh, dat was geweldig. Dat was kut. Dat was echt bang. Altijd, ja. Dat was geweldig. Dat was kut. Ja, dat was echt buggen, jongen. Oh, volgen. Eens even kijken. Auw, glas. Niet cool glas. Ik heb heel veel van die hypos momenteel en doe er helemaal niks mee. Oh god. Eén! Oh, goed hè? Complimenteer nice. Eens. Oh, dat was nice getimed hè. Nice getimed. Oh, fuck jouw muur, je moeder! Oh! Zo, die muur kreeg wat hem te wachten stond. Nee, dat is te ver hè. Die moet erbij. Zinloos geweld hier. Eens even kijken. Stoelen? Die heb ik niet nodig. Voor mij was hier een kleine lichte explosie. Hey, een door. Kleine lichte explosie. Dead body, search. Niets gevonden. Haast jammer. Ja. Ik vind wel dat je wat langer mag kijken naar de dooien. Sorry man.
Want het is toch leuk om te zien hoe mensen... Wat gebeurt daar? ...gemaakt worden, of niet? Oh, het is een boze meneer. Ik denk dat we de deur moeten blokkeren. Dat denk ik niet. Sometimes a bullet door is not enough to keep enemies... De vuisten zijn beter dan iets anders in dit spel. Je kan alles kapot maken met je vuisten. Je kan die vijand toch ook gewoon eventjes lekker slaan? Oké, kut. Daarom, precies. Twee. Daarom. Doe het. Hoe doe ik dit? Ah, één. Dan moet je de deur niet dichtmaken. Hey, wat ga jij doen? Dan moet ik ook nog bolten, of niet? Ja, maar je moest hem doodmaken. Nou, net die deur ernaast, zeker. Nee, maar dat is onmogelijk, want dat is een deur. En, nou, oké, hij kan niet bij me komen. Ik ga naar huis, jongens. Oh, moet hierheen. Au, de deur ging achter me dicht. Bitch! Wow. Kijk, de kalender. Boodschappenlijstje. 10 tv's kopen. 20 kilo dynamiet kopen. Nog een keer 10 tv's kopen, anders wordt het vandaag. Sta je voor als dat er echt stond? Weet je, dan moet over na... Oh, dit ziet er gezellig uit. Dat ding gaat je hoofd kapot maken. Nee. Hold the badge of your partner. You failed to protect. Oké. Okay. Zo'n gezeik, hè. Alsof jij alsof het allemaal jouw schuld is. Het is ook allemaal jouw schuld. Ik ben best wel een eikel. Dat klopt, sorry, het spijt me. Oké. Okay. Sing, het spijt me, bro. Waarom heet hij nou weer Sing? Ik heet zelf detective Fab en mijn bro die heet Sing. Misschien... Oh, de vechtmeneer ben is in de buurt. Jij het? Dun, dun, dun. De vechtmeneer is in de buurt. Iedereen zegt altijd dat het jouw schuld is. Dat vind ik echt onzin. Dat is wel slecht voor je zelfvertrouwen, weet je dat? Zeker. Nou, oh, ik ben weer door het glas aan het lopen, dit is niet zo ver. Dat is toch geen probleem, joh. Wat boeit glas nou? Bommetjes, hey. Dit is een explosieve kamer. Hoe kom je daar nou bij? Gokje. Nou, hoor er niet zo te zijn dat de tijd begint te lopen zodat ik binnen ben of moet nu een stap doen en dan gaat de tijd lopen. En misschien moet je de deur dicht doen. Waarom zou ik? Zodat je iets kan vinden. Cool. Ja. Oh god, ja, nu begint de tijd te lopen. Ik denk dat ik alle kasten af moet zoeken. Oh, ik moet... Oh nee, er zit een code op! Oh god, het code slot is zo kut. Niks gevonden. Kut op tijd, hè. Dat is kut op tijd. Weet je waarom? Want het code slot kut is. Ja, nee, omdat je... Want niks werkt in dit spel. Niks moet je dat doen. Open kast. Oh, fuse. Oh, dat is ook goed. Mag het ook? Tuurlijk. Ik ga gewoon in deze kamer zitten. Tuurlijk. Oh, kijk. Nee. Oh, daarom zeg ik, ik moet er geen puzzel te doen. Wat nu? Wat is er gebeurd? Is de tijd al gestopt? Nee. Wat heb ik gedaan? Voor mij heb je de deur. Probeer de deur. Oh, de code. Probeer de deur niet. Niet 579. Doen. Wat ben je? Hoe ben je daarbij? Oh. Hey, jij bent slim. 7, 9. Rennen en dicht. Bam. Netjes, jongen. In één keer goed. Netjes. Ik vind het wel lief hoe je me totaal niet helpt. Ik vind het wel leuk dat je me niet helpt, zeg maar, daarin, in de chaos. Ik had geen idee wat je moest doen, hoor. Oh. Ik heb geen flauw idee. Hey, Piggy! It's the pig party. Voor jou en mij. Pig party. Dat speelt de feest. Ja, maar dit is toch... Het is toch mooi om te zien, weet je. Ze zeggen echt zo van... Woehoe! Hey, clowntje! De clown? Hey! Oh god, ik heb hier zo geen zin in, hè. Ik is het lees wat er staat, We zijn hier trouwens gewoon weer. Ja, precies. Weet je, dit is best moeilijk om te maken op al die tv's, hoor. Ja, maar het is goed. Knap. Hij moet aardig wat afweten van programmeren. Tuurlijk, daarom is hij ook een clown, toch? Bedoel me. Ik denk zomaar dat wanneer dat biggetje tab pakt, dat ze hem gewoon echt een week gevangen houden. Zodat het hele huis weer opnieuw in kunnen richten, anders is het gewoon veel te groot. Nee, ik denk niet dat ze veel te veel met inrichten doen. Zoals je waarschijnlijk op die grond en zo kan zien. Hey, kijk, televisie. Waarom snijdt zichzelf? Voor de drugs natuurlijk. Wat? Ze snijdt zichzelf omdat ze het niet meer willen aanzien. Get me out of here. Someone get me out of this place. Waarvan is dat ook alweer? Geen idee. Oh, hier is ze. Ik heb hier zo geen... Ah. Deze puzzel is kut en ik weet het. Het is echt kut. And I know it.
Weet je wat nou leuk zou zijn als je kon kiezen dat ze dood kon gaan, weet je? Ja, maar als ze dood gaat, dan ga je ook dood, logisch. Oh ja, ik moet zelf aan de device zitten, dat is waar ook. Ze zijn best wel lekkere tieten, weet je dat? Nee, niet echt. Redelijk, redelijk hoor. Nee, en die kop, jongen, kijk die kop houden. Zak er je overheen? Zou je een keer moeten downloaden, nude mode daarvoor. Wat? Nude mode daarvoor downloaden, hoppakee, even kijken of het eigenlijk zo. Tuurlijk, waarom niet, jongen? Hebben veel games dat, een nude mode? Tuurlijk, alle spellen. Serieus? Geen flauw idee. Zijn mensen die dat leuk vinden om te maken, gewoon? Tuurlijk. Fap, fap, fap. Ik heb dit ooit gezien op jouw kanaal, dus dat scheelt. Oh, ik hoef alleen dat eerste ding te hebben. Dus zat besturen, ik zo lang mee te kloten. Ik weet het, ik weet het. Echt een kut, jongens. Succes. Dank je. Ja, het is een beetje inzicht dit. Dit is wat een inzicht dat ik normaal gesproken nog wel heb. Nee, ik helemaal niet. Ik wist zeker omdat ik niet eens de knoppen wist wat ik moest gebruiken. Ja, dat is wel handig als ik die even weet. Ja. Het is een beetje wiskundig inzicht dit. Precies. Het is gewoon wiskunde hier. Oh ja, dit ding... Oh, auw. Ik vraag me steeds af waarom die dat zou doen. Wat boeit. Antidote shift. What the fuck? Oké, dus ik moet nu zeggen, ik gooi er een antidote in. Ja, of de andere. Dan krijg ik een antidote, is dat goed? Dat weet je niet. Ja, dat weet ik niet. Voor mij zat er een bepaald ritme in, dat weet je nog. Jij was erachter gekomen, zit een ritme in. Volgens mij wel, maar weet je niet meer. Wat doe ik? Oh kijk, het gaat goed. Die blauwe moet aan de ene kant en die andere moet aan de andere kant. Die moet blauw. Ja, is precies. Toch. En dit gaat fout, dit moet een rode zijn, kut. Oh, dat gaat nog steeds goed. Nu doen we weer een rode erin. Ja. Een rode. Kijk, het gaat allemaal nog goed. Vol pro. Dan weer een blauw. Ik denk dat het gewoon blauw, rood, rood is, of niet? Ja, weer een blauwe. Ja, dit gaat goed. Het is blauw, rood, rood. Zolang je gewoon blauw en rood om blijft wisselen, gaat alles goed. Nee! Dat was niet goed. Dat is niet, dat klopt niet. Oké, nog een keer rood. Nog een keer rood nu. Het is moeilijk, man. Ah, nog een keer rood. Oh nee, dat was blauw zijn. Kut. Nou moet die rood zijn. Oké, ik heb ondertussen wel het systeem door. Het is aardig makkelijk. Het wordt moeilijker dadelijk, hè. Nee. Rood. Doe maar rood. Nou wil ik graag een blauwe. Een blauwe. Doe maar een blauwe. Hoe lang de denktijd heb je hier eigenlijk voor? Ik heb geen flow idee. Kijk, als ik nu rood doe. Ja, rood. Doe maar rood. Doe er maar rood in. Ja. En nou een blauwe. Ja, gaat allemaal goed. Daniel, je wil niet weten, man. Dit gaat fantastisch. Je bent echt volledig pro hierin, jongen. Je zou je geld voor moeten verdienen. Rood. Rode. Doe maar een rode erin. Ja, een rode. Ja, we hebben het gehaald. Netjes. Wordt die nou moeilijker? Volgens mij wel. Nee. Oh, dan gaat de tempo gaat hoger. Rood. Nee, ik bedoelde blauw. Kut. Waarom zit hij vast? Hij zit vast. Oh mijn god. Netjes. Netjes. What the fuck is dit? Ik snap het niet meer. Stop. Nee, doe het niet meer. Oh, what the fuck is dit? Oké, ik heb alvast de rode goed gedaan. Nou, fantastisch. Oh nee, rooi in de blauwe, dat ging niet goed. Ja, laat maar. Ik zei het iets moeilijker. Het gaat half goed. Ja, sorry, dat was niet de bedoeling. Oh, dat is niet eens erg. Ik snap even niet wat de invloed van tijd er is. Mag ik hier gewoon een uur over doen? Ik weet het, probeer eens. Nee. Ja, laten we gewoon proberen, weet je. Neem je tijd gewoon. Gooi je tijd nemen. Volgens mij kan je gewoon minimaal je tijd ervoor nemen. Zo, ik wist dat die ene fout was, maar hij is nu goed. Zo. Oh nee, ik ga dood. Oh, ik ben een hoer. Dat wisten we al. What the fuck? Volgens mij vindt ze het wel lekker hoor. Ze vinden het heerlijk. Oh, pak me. Bam. Spataderen. De spat, ik zeg altijd spataderen, maar spatader is niet eens een echte ader. Dit is wel echt smerig. Dit is je ader een open spat. Ja, dat is een ziekte. Kijk dit. Samen in de dood. Ik hoop dat een van hen wel een checkpoint was, anders voel ik me echt anaal bevredigd. Is het niet. Ga je het er niet mee? Volgens mij is het de tijd van de maand voorder. Overal bloed. Ja. Nee, moet ik serieus alles opnieuw doen? Ah, ja. AIDS! AIDS flag! AIDS! En je weet wel, het begint de hele tijd om de beurt is. Is eerst rood, blauw, van de zon. Nee, oké, maar we maken het wel even af, anders ga ik nu de video afsnijden, vind ik zielig. Nou, stop het nu en dan begint de volgende video hier. Ik wou eigenlijk, ja, weet je, Daniel zegt, eigenlijk wou ik het nu doen, maar de volgende video, weet je. Geld verdienen, money! Video zie je, wat er gaat gebeuren! Allemaal, hoi! En dan gaan we waarschijnlijk nog een keer falen. Volgende video alleen maar dit. Dat is echt leuk. Yes. Bam. Plezier in je spataderen. Die eigenlijk een aandoening zijn.
Oké, okay, nou bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even niet te liken of jij komt ook in zo'n machine te zitten. En dan ga ik ervoor zorgen dat je leven redt en dan ga je dood. Wat gebeurt er? Wat er net met Amanda gebeurde. Dat wil je niet, geloof me. Ik denk wel dat dat leuk is. Oké. Okay. Vergeet even te liken als je het leuk vond. Check Daniel's Engelstalige kanaal, want dat is Engels. En yeah. Doei. Kusjes van Rick. Mwah. 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 Zo zoen ik altijd mensen. Mwah. Mooi geluid. Mooi kusgeluid is dat, joh. Dank je.